Goedenavond, we hadden etap nummer 4 vandaag in de Tour de France. Maandag was gehaktdag, gisteren was het dinsdag en back to normal met een etappe die gebruikelijk is in de eerste week van de Tour de France. Eentje die eindigde in een massasprint. Ook vandaag was er een etappe die normaal gesproken in een massasprint zou moeten eindigen. En waar de Belg Tom Steels wel eens zijn derde ritzege zou kunnen gaan boeken. Het peloton reed vandaag landinwaarts. Een etappe van 194,5 kilometer met onderweg een aantal tussensprints. Daar kunnen seconden bonificatiewinst gepakt worden. De finish was in Blois en dat ligt ongeveer 50 kilometer onder Orléans. De start was in Laval. In Laval kijken de heren toe hoe de dames een dansje doen. Een wals in de ochtend voor de start van de Ronde van Frankrijk, waar Laval voor is komen uitlopen. Men hokt samen de renners. De fans krijgen een handtekening of laten hun mooiste foto's zien en zijn daar dan heel trots op. Maar er is ook al een gesprek bij de heren renners over de sprints. Wie wint ze en wie wint ze niet en wie kan er nog een winnen? Jan Kirsipoe zit in het geel. Hij zit goed. En wij pakken de microfoon en gaan naar de Est. Jan Kirsipoe, how do people in Estland react on your yellow jersey? I don't know exactly, but I know that all the newspapers and the television is talking a lot about it. Do you have living your family over there? Yes, my family is still there and they call me every day and they're really satisfied with it. I can imagine that you are a very famous man in Estland now. Yes, at the moment I think. How important is it for you to get to Paris this year? Because you never succeeded in doing that. You did 5 times the Tour de France, but never ended in Paris. Yes, that's... My problem is the big mountains. I'm really bad in the big mountains, so I hope I'm a little bit better this year, but at the moment I don't really think about it. I'm just thinking about keeping the yellow jersey and maybe winning another stage. McEwen zit goed uit. Kasper komt nu aan de andere kant, McEwen. Kasper of Sabel, Rick Steels. Steels, McGrady, Steels. Stuart O'Grady, what do people in Australia know from the Tour de France? They think we're mad, I think. We're doing a lap of France. They see a fair bit on television now. It's getting much more popular, but you know, they still don't understand exactly how big it is. Last year you did win a stage, you had the yellow jersey. How famous are you in Australia? Getting a little bit more and more each year, I suppose. Last year was a pretty special time and it got a lot of publicity everywhere in the world, and obviously in Australia as well. It's a very mad sporting country. You know, we have big sporting people like Greg Norman and Mick Doohan, who are legends, and then there's guys like me who are trying to, you know, do well in their own sport, so getting better. Hij heeft dan nog geen etappe gewonnen, maar ook de Australiër van Theo de Rooij niet. Robbie McEwen, hier met andere Australiërs, weet ook nog niet wat winnen is. En dat is toch een probleem. Dit is jouw derde ronde van Frankrijk. Je zit er een paar keer heel dichtbij, een etappezegen, maar het wil nog steeds niet lukken. Hoe groot wordt de druk dan? Ik vind de druk niet zo groot. Het is hetzelfde elk jaar. Ik wil graag een rit winnen. En ik weet dat alles moet perfect lopen. Gisteren zat ik voor mij eindelijk te ver van voor. En het is wind op kop. En, ja. Maar ik ga opnieuw proberen vandaag. Is er een groot verschil, het winnen in kleine etapperondes of een grote etappe in de Ronde van Frankrijk, waar je moet meten met de absolute sprinttop van de wereld? Ja, ik vind het wel. In de kleine rondjes heb je maar misschien 2, 3 of 4 van de topsprinters mee. Maar hier heb je 10, 12 van de topsprinters en je moet afrekenen met ze allemaal. Dat maakt het wat moeilijker. Maar ja, heel wat mooier als je kan winnen. Hoeveel vertrouwen krijg jij nog van de ploeg? Want ze werken hard voor je, gisteren ook in de finale. Ja, gisteren heeft Maarten de Bakker en Leon van Bon knap werk geleverd voor mij.
Ik sta in een redelijk goede positie. Ja, als ik heb al gezegd, het was 2-5 voor. Maar ja, ik ga opnieuw proberen en elke dag is een nieuwe dag, een nieuwe kans. O'Grady niet, McEwen niet, maar ook Cipollini niet. Heeft hij vorm eigenlijk? Mijn vorm is, je pense bien, maar il n'y a pas la possibilité de disputer un sprint comme je voudrais. Hier hebben we een beetje malchance, j'espère dans le futur. De toekomst dus, maar de toekomst ligt 198 kilometer verder. Mark Lotz, kijk eens naar zijn band. Hij staat aan de start en weet achter zich Leon van Bon. Van Bon is iets van plan. Misschien dat er wel een groepje gaat wegrijden. En misschien dat hij wel meegaat. Zouden de 177 man nu weten dat ze bezig zijn aan een historisch begin van een etappe? Het wordt de snelste etappe ooit in de Ronde van Frankrijk. Mario Cipollini, 32 inmiddels. 8 ritzegens al in de Tour de France, maar dit jaar nog op 0. Het tempo ligt direct hoog. Het peloton heeft de wind uit zee mee op weg naar Blois. En in het eerste uur wordt er maar liefst 52 kilometer afgelegd. Desondanks ontstaat er een kopgroep van 10 met Van Bon, met Dierksens, met Nardello en met Mangin. En Mangin wint de eerste bonificatiesprint voor Nardello en voor de Italiaan Mondini. Maar de 10 komen niet weg, er zitten er een paar bij die te kort staan in het klassement, te dicht bij de gele trui van Kirsipou. Maar uit die groep van 10 wel 2 vluchters. Die zijn ongevaarlijk voor de gele trui. Morin en Mondini. Zij eindigen ook als 1 en 2 in de volgende tussensprint. En op bijna 6 minuten dan al, denkt Kirsipou, Steels mag geen seconde pakken, laat ik het dan zelf maar doen. 2 seconden voor de Est in het geel. Morin hier en Mondini gaan door. Morin goed al in zijn carrière voor 5 overwinningen. En Mondini won dit jaar een etappe in de Ronde van Japan. En het tempo, hoewel dat hier niet zo lijkt, blijft onverminderd hoog. Boven de 50 kilometer per uur. Dan als het verschil ruim 6 minuten bedraagt, denken de mannen van Kirsipou, van Zabel en van Cipollini, het tempo moet nog hoger. Want het verschil mag niet te groot worden. Daar in die mooie streek van de châteaus langs de Loire. De casino's dus, de Seiko's en de telecoms. En zij gaan gewoon door. Dit keer is het Mondini die de sprint wint voor Morin. En op 4,5 minuut, derde Kirsipou, weer 2 seconden. De streek dus, zei ik, van de kastelen, de châteaux. De streek ook van de wijnen, van de Muscadet en de Touraine. En het peloton schroeft het tempo nog maar eens op. Nog altijd boven de 50 kilometer per uur. En het verschil wordt kleiner en kleiner. 2 minuten, 1 minuut. Daaronder dendert de Tenerife langs. En hierboven raast het peloton. Het beste is er dan af bij Morin en bij Mondini. Na een vlucht van bijna 100 kilometer. Nog 10 kilometer, Blois komt in zicht. En het peloton ziet de 2 vluchters. Als een stel valken duiken ze zo dadelijk op hun prooi. Hier langs de boorden van de Loire. Dan schudden de 2 elkaar de hand. Het was mooi, het was gezellig onderweg. We hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Net als gisteren, weer einde van een vluchtpoging van 2 dapperen. De mannen van Zabel, de mannen van Cipollini, de mannen van O'Grady aan de kop van het peloton. In de straten van Blois, in slagorde, voor opnieuw een massasprint. Over de Loire. Een stukje omhoog tot aan de laatste kilometer. Koninklijke binnenkomst hier hoor in Blois. Prachtig. Cipollini zit goudgoed nu.
Hij zit goudgoed. Hij heeft twee ploegmaten nog bij zich. En twee die daarvoor zitten. En die telecomrenner weet niet wat hij doen moet. Nu moet hij naar de leiding. Nu gaat het licht bergafwaarts. Dus de snelheid gaat heel erg hoog worden nu. Nog één man en dan zit Cipollini er. Pagnini kan het wiel van Wezeman niet houden. Die gaat eraf. Nu Pagnini aan de leiding. Cipollini en Zabel en Steels. Steels zit weer goed. Kasper komt aan de buitenkant. Voluit nu. En nu, oeh, wat komt hij snel. Oeh, wat komt hij snel. Kijk of hij dat kan houden. Cipollini. Cipollini, voluit. Komt Cipollini. Zabel. Cipollini, Zabel. Cipollini. Cipollini. Cipollini voor Zabel en Steels. Prachtige sprint. Prachtig. Prachtige sprint. En toch doet hij het weer. Ja. Na drie nederlagen werd het dus ook tijd voor Mario Cipollini. En hij doet het zoals we het van hem gewend zijn. Op macht, op klasse. Een fantastische overwinning van de Italiaan. De jarige Zabel had zo graag willen winnen, maar hij neemt genoegen. Hij moet genoegen nemen met de tweede plaats. Derde wordt O'Grady, vierde Steels en vijfde Kirsipu. En met zo'n fiets ben je wel bijna verplicht te winnen, Mario. Maar è stato uno sprint abbastanza complicato. Comunque io dalla mia dei compagni eccezionali, ora non sto a nominarli tutti, tanto ormai li conoscete, però diciamo che gli ultimi due uomini che hanno un lavoro più importante da fare sono Scirè e Fagnini. Siamo passati sotto lo striscione dell'ultimo chilometro, praticamente in testa un uomo della tele come ci ha aiutato. Io a, Wezeman. Sì, a 250 metri. Non ho chiuso gli occhi, ma poco ci manca, ho detto che bisogna sparare tutto quello che abbiamo nelle gambe in questi ultimi metri. Avevo paura che qualcuno da dietro riuscisse a rimontarmi, perché quando hai un po' di aria contro e vieni lanciato in discesa, chi è dietro è avvantaggiato. Comunque sono riuscito a contenere benissimo Zabel, che non è un uomo facile da battere, e a vincere una bella tappa. Gli hai rovinato il compleanno oggi. Sì, il traguardo dei 29 anni, gli hai rovinato il compleanno. Non lo so, gli regalerò il bouquet, vai. Die Hauptbelastung der Arbeit lag heute bei unserem Team. Also einige haben natürlich gewusst, dass ich Geburtstag habe, dass ich mir auch einiges vorgenommen habe. Die Mannschaft vom Führenden hat relativ wenig getan heute. Aufgrund der Tatsache, die beiden Ausreißer waren schon relativ weit in der Gesamtwertung zurück. Die wollten die eigentlich fahren lassen. Mapai hat auch nichts gemacht und dann blieb es eigentlich an uns. Also ik zat gewoon te ver geplaatst. Ik zat denk ik 5-6 posten achter plaatsen achter Cipollini. En dat is te ver natuurlijk. Hè. Ja, het was vechten voor het wiel van Cipo, hè? Ja, het was vechten voor zijn wiel te geraken. Dus ja, en eens dat hij daar neerzit, dan moet je gewoon gokken. Ik zat in het wiel van Cipo, maar die moest ook blijven zitten. Dus. Na twee opeenvolgende overwinningen werd Steels vandaag vierde. Maar hij pakt wel 24 punten voor de groene trui. Ja, dat is ook iets dat nu stilletjes aan toch begint te leven. Dat is, zelfs dat de twee vooruitgebleven waren, zou ik het andere jaar niet meer mee, vorig jaar niet meer meegesprint hebben. Maar nu leeft dat toch van toch iedere sprint mee te doen om punten te nemen. Maar je toch nooit niet weet. Ik denk dat we er goed voor staan. En als we deze week goed kunnen doorkomen en genoeg punten kunnen scoren, dan zijn we toch een week op ons gemak in de bergen. En dan kunnen we de laatste week nog zien wel dat we kunnen doen. Tom Steels was dat. Een sprint voor de liefhebbers. Erik Breukink analyseert de etappe met Mart Smeets. Het was een zeer snelle etappe. Mart begint. Zo op het oog was het vandaag een etappe zoals die moest gaan. Want vlak, rechte wegen, wind goed, dus massasprint. Maar het werd een etappe met een record. En dan zou je zeggen van, ja, een record, telt dat in de wielersport? Ja, dat telt wel. Laten we het proberen in te leiden met terug te gaan in de geschiedenis. We schrijven 9 juli 1993. We rijden van Amiens naar Évreux. Er is een kopgroepje. En in dat kopgroepje rijdt de Belg Bruneel. Hij is de enige die overblijft van dat kopgroepje. Achter hem wordt gesprint. Degenen die sprinten wisten niet dat Bruneel voor was. Cipollini wordt tweede, Abdou Chaparov wordt derde. Het gemiddelde van die etappe, een etappe overigens over 158 kilometer, was 49 kilometer en 417 meter. Record, zo stond het in de boeken. Erik Breukink, is het belangrijk eigenlijk een record zoals dit? Nou, belangrijk. De renners die rijden er natuurlijk niet op. Het gebeurt.
En zoals dat vandaag ook gebeurd is, achteraf zal Cipollini het best leuk vinden dat hij zo'n record heeft. Het is natuurlijk wel even weer het lot van de geschiedenis dat hij toen de geklopte man was. Overigens kreeg hij toen wel de gele trui die dag, maar hij dacht echt gewonnen te hebben. Ja, hij dacht het is onmogelijk dat hier nog een renner voor heeft gereden. En hij stak geloof ik ook zijn handen in de lucht van hij dacht dat hij gewonnen had. Dan gaan we naar de dag van vandaag. Hè. Het is vandaag hoeveel? 7 juli 1999. En ja, het werd dus weer een record, want we werden wakker gemaakt. Wakker, tussen aanhalingstekens, met het idee van wat is er aan de hand? Ze reden, Erik, 52 kilometer en 500 meter vanuit het vertrek het eerste uur. Waarom? Ja, de koers die brandde gelijk los. Er waren de eerste demarages en iedereen volgt elkaar op voordat er een groep wegreed. Dat duurde heel lang, maar dat gemiddelde gaat dan de lucht in. Maar het bleef zo. Is daar een verklaring voor? Ja, dat kun je eigenlijk niet verklaren. Ze hadden natuurlijk het grote voordeel dat de wind in de rug stond. Dus de snelheid blijft altijd in de groep zitten. En ja, gisteren was het toch een vrij kalme dag. Dan heeft iedereen er weer extra zin in vandaag. Ja, maar voor diegenen die dus het fietsen niet kennen, proberen ze aan te duiden hoeveel gemiddeld gereden wordt. Een normale vlakke etappe. Gaat men een gemiddelde van? Ja, normaal. Ja, wat is normaal? Maar in ieder geval dan rijden ze in het begin wat rustiger en dan rij je tussen de 40 en de 45 per uur, kom je dan. En een bergetappe? Beduidend langzamer natuurlijk. Als er echt veel kools in zitten, dan wil je nog wel rond de 32 zitten. En een beetje een middeletappe rond de 35, 36 per uur. Maar vandaag werd het dus een onwaarschijnlijke snelheid. Want het record van toen, van Johan Bruineel, is verbroken. En hoe het verbroken is? In eerste instantie omdat twee man gingen rijden en dat waren hele onbekende. Maar Erik, er zit iets aardigs aan. Ook onbekende mannen kunnen dus goed rijden. Ja, dat zijn twee mannen die, het waren grote kerels, sterke kerels, die op vlakke wegen goed tempo kunnen rijden. En dat hebben we gezien. Ze hielden het tempo zo hoog dat ze op een gegeven moment zelf 6 minuten voorsprong hadden. Ja. En dat bleef altijd boven de 50 kilometer gemiddeld? Ja. En dus dat wil zeggen dat twee jongens waren die behoorlijk kunnen fietsen. Ze werden ingelopen, dat kon je op je vingers natellen. We kregen een massasprint, dat was ook weer zo. En in die massasprint viel op het geweldige ploegspel van de Saico-ploeg. Erik, twee man had Cipollini voor zich zitten. Ja, de laatste kilometer had hij nog twee man bij zich. Sirea die het eerste gedeelte op zich nam. En toen kwam Fagnini op kop, die toch heel lang de sprint heeft kunnen aantrekken. Als hij iets eerder van kop afgaat, dan komt Cipollini veel te vroeg op kop. En nu spande het erom. Maar het spande er voor Cipollini ook om, dat was het vreemde. Hij is altijd de man van de geweldige beweging, ik heb gewonnen, maar... Ja, je zag in de Giro dit jaar dat hij met overmacht etappes kon winnen. Dus al voor de streep zijn arm in de lucht kon gooien. Maar nu was het toch, nog wel een beetje twijfel bij hem. Mooie sprint? Ik vond een fantastische sprint. Sabel die op het laatste moment nog naast hem weet te komen en toch heel dichtbij kwam. Goed. En hoe staat het nu met dat record? Zult u zich afvragen. 1993 is uit de boeken weggehaald. We schrijven nu 7 juli 1999. Een etappe van Laval naar Blois over 194,5 kilometer. Gemiddelde snelheid kan in de boeken, Jean Edesen, let goed op, 50 kilometer en 355 meter. Het is maar dat u het weet. Ja, en de officiële uitslag van etappe nummer 4 is als volgt. Cipollini wint dus in 3 uur 51 minuten en 45 seconden. Zabel tweede, Stuart O'Grady derde, Tom Steels vierde, dan Jan Kirsipu, Nicola Minali, Christophe Capelle, Damien Nazon, George Hincapie en Jay Sweet. Dat zijn de eerste 10. Dan klasseringen van belangrijke andere renners. Rinero 29ste, Julich, Olano 36ste, Laurent Dufault 51ste, Escartin, van hem verwachten we nog iets, op de 62ste plaats. Lance Armstrong 70ste, Zule 79, dan Richard Viranke, Pavel Tonkov en Ivan Gotti 91ste vandaag. Wat deden de Nederlanders? Mark Lotz was de beste op de 53ste plaats. Nog 3 plaatsen voor Michael Bogert. Dan Erik Dekker, Maarten en Bakker 123ste, Leon van Bon 132ste en Patrick Jonker op de 151ste plaats. Leon van Bon, nummer 132 dus vandaag, was een van de mannen die al vroeg in de koers wegsprong. Herbert Dijkstra vroeg aan Van Bon waarom die tactiek.
Nou, ik had een beetje geïnformeerd bij de mannen van Casino hoe die erover dachten. En die hadden eigenlijk niet zo'n probleem om een groepje te laten lopen die met een redelijk grote achterstand staan in het klassement. En daar probeerde ik gebruik van te maken. Kansloze missie in het begin, of dachten jullie, want jullie hebben lang op 20 seconden gezeten. Ja, het was de hele dag heel snel en dan is het al de vraag of je weg kan rijden. Maar we kregen toch op een gegeven moment een gaatje en het duurde heel lang en een beetje informatie gekregen van achter. En toen hoorde ik eigenlijk dat Telecom reed en dan denk je al van die willen gewoon een massasprint. En dan is het wachten eigenlijk dat ze terugkomen. Een vrij makkelijke aankomst, althans een lange rechte weg. In hoeverre hebben jullie nog geprobeerd om McEwen te lanceren? Op een gegeven moment zag ik dat Robbie vrij goed van voren zat en vandaag ik heb me niet zo mee bemoeid eigenlijk. Het was, hij zat vrij goed in positie en hij heeft na gisteren gezegd ik probeer zelf mijn weg te zoeken. Dus het was moeilijk om hem echt goed te lanceren eigenlijk. Voelt hij zelf een beetje de druk dat hij niet een beroep wil doen op ploeggenoten omdat hij het tot op heden niet af kon maken? Ja, ik denk de sprinters zijn altijd heel erg aan elkaar gewaagd. Als je net een iets mindere dag hebt dan word je misschien al zevende of zo. En als je net een goede dag hebt, dan kan je winnen. Gisteren hebben Leon van Bonnen en ik hem denk ik heel goed in positie gebracht. En toen is het hem niet gelukt. En vandaag heeft hij gezegd, ik probeer zelf wel mijn weg te zoeken. Je probeert hem natuurlijk altijd te steunen. Maar ja, nogmaals, die sprinters zijn geweldig aan elkaar gewaagd. Wat heb je tegen je ploeggenoten gezegd vandaag? Ik wil mijn eigen gang gaan of ik wil alle steun van jullie? Nee, ik probeer samen te werken met Dekker. Maar loopt een beetje mis en ik kwam... Niet ver genoeg van voor. Morgen. Wat was het gemiddelde, Erik? 50-8. Dat is een record, hè? Dat is een record, ja. Ja. Dat is 200 kilometer lang zo knallen. Dat is wel uniek, denk ik, ja. Ik heb er onderweg nog aan gedacht. Ik denk dat kan wel eens een nieuw record gaan worden. Het vorige record stond op naam van Johan Breineel. Toen was ik ook aanwezig. Werd ook verschrikkelijk hard gereden. Maar... Records zijn er om verbroken te worden, hè? Ja, de meeste renners weten dat toch, hè? Dat soort records. Ja, die etappe van Bruineel die is mij wel heel erg bijgebleven, ja. En dat is toch wel iets wat de mensen aanspreekt, denk ik. Heb je ooit zo'n snelle etappe gereden, ook in een andere etappewedstrijd? Nou, in ieder geval niet over die afstand. En dan hebben we nog in die koplopers 6 minuten gegeven. Dus normaal rijden we nog 6 minuten rappen, denk ik. Ongelooflijk. We gaan naar de overall klassementen van de Tour na 4 etappes. De eerste 10. Kiersipu leidt nog altijd. Stuart O'Grady staat nu op 16 seconden. Tom Steels is derde op 21 seconden. Lance Armstrong vierde nog binnen de halve minuut. Zabel op iets meer dan een halve minuut. Olano 35 seconden. George Hinkepie op 38. Moreau op 39 seconden. Cipollini op 44 seconden van het geel. En Vinokourov op 3/4 minuut. Dan de klasseringen van de voor het eindklassement interessante renners. Laurent Dufault op 3/4 minuut. Tonkov op bijna een minuut, net als Djulic. Escartin op 1 1/4, net als Richard Viranke. Zule op 6:34. Gotti op 7 1/4. En Christophe Rinero staat op 7:25. En de Nederlanders? Erik Dekker op 53 seconden van het geel. En Jonker, 22e, op binnen een minuut van het geel. Den Bakker op ruim een minuut. Michael Bogert op 7,5. Mark Lotz 1 seconde daarachter. En Leon van Bon staat al op dik een kwartier van de gele trui. Dan de stand in het puntenklassement voor de groene trui. Jan Kiersipu leidt nog met 131 voor Steels op 124 en Zabel met 114. Piccoli rijdt nog steeds in de bolletjestrui voor het bergklassement voor Morin en Giunti. We kwamen dus vandaag in Blois aan. Nou heeft Blois wel enige naam in de wielersport, want het is ooit het vertrekpunt geweest van de klassieke Blois-Cheville. Dat was de omgekeerde Parijs-Tour, zeg maar. Maar de Tour de France alleen 1992, toen Indurain hier de tijdrit won. En zijn tweede grote Tour. Daar gaat de vraag ook over. De 92 Tour de France was de Tour van Europa. Weet u nog wel, we vertrokken in San Sebastian, eindigden uiteraard in Parijs. Maar we reden ook door Nederland, in Valkenburg. Weet u nog wie de etappe won in Valkenburg? Geen Ierse overwinning, Franse overwinning. Helvetia haalt hier zijn zegen binnen. Gilles de Lyon wint in Valkenburg. Gilles de Lyon voor Rhodes. 1992, Tour van Europa. We reden overal langs en door. We kwamen in Valkenburg. Er stonden fantastisch veel mensen. Wilt u nog even kijken hoe het was? Zoveel mensen stonden. Moet je kijken. Hartstikke vol langs het parcours. Ze zeiden wel 350.000 mensen. En de man die won, dat was Gilles de Lyon.
Erik, over Gilles de Nyon wil ik één ding van je weten. Jij hebt het meegemaakt. Het was een renner die, toen hij gestopt was, heel erg kritisch was over zijn oude vak. Is hem dat kwalijk genomen? Ja, je kunt er dan weinig aan doen natuurlijk. Een man is uit het peloton. Maar dat vindt geen renner leuk als renners die stoppen en in één keer heel je sport proberen af te breken. Brak hij het af? Of zei hij alleen maar gewoon waar het op stond? Ja, hij zei natuurlijk op zich zei hij wel waar het op stond. Hij was achteraf kun je nu zien dat hij gewoon eerlijk geweest is. Maar op dat moment vindt niemand dat echt leuk. Het woord VIP, Very Important Person, is alleen dat eigenlijk niet thuis hoort in de wielersport. Want wielrennen is, of in ieder geval was, van het volk. Er zijn wel mensen die zeer gerespecteerd worden in de wielerwereld. Helden van vroeger. En die worden dan geregeld uitgenodigd om een aantal dagen in de Tour te komen kijken. Mart Smeets liep zo'n oud renner tegen het lijf. Wagmans, hoe gaat het met u? Ja, prima. Dank u. Goed. Kaart. Het staat er heel erg keurig. Ik wil het wel even laten zien. Ja? Gast van de Ronde van Frankrijk? Ja, ik ben gast van Jean-Marie Leblanc, klopt. Officieel heeft hij gezegd van, Wagmans, kom maar weer eens kijken. Dat klopt, ja. Ja, hij vond het leuk om mij een keer uit te nodigen. En ik ben ook met ontzettend veel plezier naar Blois gekomen. En morgen Bonneval, Amiens. En met veel plezier. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen in Nederland die u nog kennen. Als zijnde een van de grote renners van de jaren 60, 70. Voor diegenen die het niet meer weten, wat kon u ook weer zo vreselijk goed? In de tijd dat de Tour de France toen uitgezonden werd, hielden de mensen van het attackeren en van het dalen van Wagmans. Want Wagmans, zeiden ze, die kende geen angsten? Nee, ja, nog steeds niet hoor. Nee. Als we u nou op een fiets bovenop de Obisque zetten, dan rijdt u toch... Ja, wou u zeggen dat u gewoon nog naar beneden gaat? Dan denk ik dat ik met de eerste mee rijd, ja. Bovenop op de Obisque dan, hè? Ja, maar niet onder. Wat was dat, wat u zo speciaal maakte? Nou, ik denk liefde voor het vak. Dat ik iedere bocht kende en dat ik iedere berg kende en nu nog steeds. Dat denk ik, ja. Maar het is toch ook iets van blind naar beneden rossen? Nee, want dan denk ik dat je problemen krijgt. Het probleem is namelijk dat je, wanneer je je gemiddelde snelheid niet aanhaaft, dat je dan problemen krijgt. Ik ging met een gemiddelde snelheid naar beneden. Zonder eigenlijk risico's te nemen, want ik ben nooit gevallen. Nooit gevallen in de hele carrière? Nee, ik ben nooit gevallen, nee. Nee. Nog even voor diegenen die het nog steeds niet weten. Wagmans reed de Ronde van Frankrijk. Reed dat ook in dienst van Eddy Merckx, want die vroeg u speciaal te komen. Tour de France een prettige bezigheid voor u geweest? Nou, de Tour de France is natuurlijk een van de mooiste evenementen van sport. En ik denk dat ook de renners van nu het prachtig mooi aankunnen en mooie sport brengen. Wat vindt u van Bogert? Ja, schitterende kleur. Ik wil niet zeggen dat ik er speciaal voor kom, maar even groot plaats in mijn hartje als sportman, ja. Wat moet hij nu doen, nu hij op een vrijwel onmogelijke positie staat? Hij staat niet op een onmogelijke positie, want hij staat op de beste positie om de Tour de France te winnen, nu. Hij kan nu namelijk meesluipen in een ontsnapping in de eerste of tweede bergetappe. En dan kan hij zijn rol waarmaken van het wat de meeste mensen zeggen, wanneer de topmannen elkaar gaan beloeren. Hij moet weg kunnen nu en hij staat op 7 minuten en hij mag nu weg. Dus het is helemaal niet verloren? Ik denk niet dat het verloren is. Nee, ik denk dat hij gewoon rustig moet blijven. En dat hij de eerste Pyreneeën af moet wachten. En als dan zijn kracht en zijn vorm van vorig jaar terugkomt, dan denk ik dat je ook nog heel ver kan komen. Mag ik u een prettige Tour de France wensen? Mooie foto's maken, kunt u dat ook? Nou, ik heb foto's gemaakt van Erik Breuking en van Mart Smeets en van alle toppers van nu natuurlijk. Hartelijk dank voor dit compliment. Het gaat u goed. Rini Wagmans.